En Bertram, jij bent in het appartement geweest. Heb je enig idee hoe de zon draait en hoe licht het daar is? Het is een heel zonnig appartement. De zon die hier heb je, 's ochtends heb je al de ochtendzon. Hier zit een terras, dus hier kan je al ontbijten. En die zon die draait door en die gaat hier 's avonds onder. Dus je hebt dat appartement zit dus de hele dag vol in de zon. Dus dat betekent ook wel voor jullie om daar eens goed naar te kijken, want er komt heel veel warmte in. Reden genoeg voor Pauline om op pad te gaan voor goede zonwering voor het penthouse. Oh wauw, dit is een mooie shut, hè? Ja, deze hebben we samen met Piet Boon ontwikkeld. Ah, ja, daarom val ik er ook op, want je kan het zien. Ik hou van heel erg strak en ik weet dat hij dat ook heel mooi vindt. Heel mooi, maar ja, dat is voor een andere keer. Ja. Ja, dit is het product wat ik bedoel, rolgordijnen. Die hebben we ook in een XL-variant. En die kunnen tot 5 meter breed en wel 4 meter hoog. Nou, we hebben daar verschillende systemen in. We hebben dat in een traditioneel kettingsysteem. Het twincord systeem. Dit is kindveilig. En dan hebben we het gemotoriseerde systeem. Nou, dat is wel heel vernuftig. Maar ja, jeetje, als het op 3,50 meter hoog hangt, dan moet je heel hoog springen. Wil je bij ja, de dat koortje? Is wel lastig, ja. Dus kan dat nog op een andere manier? Ja, nou, we hebben dat door middel van een afstandsbediening. Maar zelfs ook via het Demotica-systeem kun je het gewoon via je mobiele telefoon bedienen. Dus super handig. Waar ik wel nog een beetje over struikel is dit. Ik vind dit eigenlijk zo'n traditioneel rolletje. We hebben daar een mooi designsysteem voor. Ja, dit vind ik wel mooi. Dat komt beter in de richting. Is dit altijd de kleur of kan het nog in andere kleuren? Nee, zoals je hem hier ziet is hier een aluminiumkleur uitgevoerd. Maar we hebben dus in 8 verschillende kleuren. Van zwart tot wit. Dus voor iedere interieur een passende oplossing. Oké, nou, dus dat is goed. Nou ja, ik zie kleuren genoeg. Dus in dit project moeten we zeker iets kunnen vinden. En heb je ook nog iets voor warmtewering? Ja, we hebben ook blackout, verduisterende doeken. Die dus extra isolerend werken. En dus ook geschikt zijn voor slaapkamers. Maar waar we tegenwoordig ook goed aan denken is de duurzaamheid. Dus we hebben gerecyclebare stoffen. Die dus ook in deze collectie zitten. En dan denken we dus aan het milieu. Dat is altijd positief. Ja. Ja.